Goeiedag allemaal en welkom bij deze nieuwe vlog. We beginnen deze vlog vandaag in de auto, want ik ben onderweg naar het westen van Roemenië. Om precies te zijn naar Hunedoara. En in Hunedoara is denk ik wel een van de mooiste kastelen van Oost-Europa te vinden. Sprookjesachtig, groot, een soort moot, hoe heet dat? Hoe noem je dat? Een moot heet het in het Engels. Een gracht eromheen, zeg maar. Het is echt een prachtig kasteel. Het weer is echt grauw en grijs. Dus ik hoop dat het nog opentrekt. Want ik heb vanavond en morgenochtend om daar te gaan fotograferen. En de komende twee weken, dit is de eerste week ervan. En volgende week worden twee video's die gaan over de fotoreis. De zomerfotoreis van Roemenië van dit jaar. Ga je mee op de zomerrondreis of kom je herfstkleuren fotograferen in Roemenië? Of ga je liever mee naar Slovenië? Ga dan naar peternolte.eu/fotoreizen voor meer informatie en schrijf je voor 1 februari in voor de vroegboekkorting. Jemig, ik heb wel echt de slechtste dag gekozen om te komen. Het weer is grijs en grauw, zoals ik al zei. Het is echt een grijs deken. Er zit geen enkele dynamiek in de lucht. Maar ja, daar moet het mee doen. Voor vanavond in ieder geval. Morgenochtend heb ik ook nog. Maar goed, het is wel echt een heel mooi kasteel. Omdat het weer nu zo belabberd is en in ieder geval de condities zo belabberd zijn, ga ik gewoon even de tijd nemen om eromheen te lopen. De plek waar ik net stond, waar je net een deel van hebt gezien, wat beelden van hebt gezien, zeg maar, dat is sowieso een goede hoek. Daar sta je sowieso mooi. Maar daar heb ik al mooie foto's van gemaakt, als we even laten zien van een paar jaar geleden. Dus ik ga nu gewoon even de tijd nemen om er even omheen te lopen. Onderlangs, bovenlangs, waar dan ook. Gewoon op zoek naar een nieuwe compositie. Nou, ik heb het hele rondje gedaan, maar het zijn of heel veel blaffende honden, of er staan allemaal gebouwen voor. Dus dat werd hem sowieso niet. En eigenlijk, wat ook wel goed is om te leren hiervan, de voorkant is wel echt het mooiste. Maar ja, ik denk dat ik ga wachten op het blauwe uurtje, want ja, dit licht is echt het verschrikkelijkste wat je kan hebben zo ongeveer. Misschien kan ik een paar details fotograferen of zo. Want ja, het hele kasteel, de lucht erbij, sowieso niet echt een lekkere optie. Nou, inmiddels ben ik nog voorlangs gelopen. Heb ik nog even vandaar een foto gemaakt, kan je even laten zien. Maar ja, het maakt gewoon een heel saai plaatje voor mijn gevoel. Ik ben inmiddels een beetje verder omgelopen op zoek naar een ander uitzichtpunt. Er zou hier een route zijn, maar er zijn alleen maar vervallen gebouwen. Dus ik geloof niet dat dat helemaal klopt. Dus ik volg dit pad maar. Maar anders gaan we denk ik gewoon lekker een chorba halen. En wachten op het blauwe uur. Kijken of dat als het licht aangaat, dat dan misschien nog een beetje iets gaat brengen. Ben weer terug in mijn hotelkamer, of in ieder geval de plek waar ik slaap vannacht. Dit is niet waar we verblijven trouwens met de zomerreis, maar voor mij gewoon nu even handig, omdat ik ook morgenochtend nog bij het kasteel wil fotograferen. Aan de andere kant ziet het weer er vanmorgen net zo slecht uit. Maar goed, was geen chorba, was een goulash uiteindelijk gehad, was heel lekker biertje erbij genomen. En ik dacht, weet je, laat ik daarna toch nog even naar het kasteel toe gaan. Kijk of dat de Blue Hour toch nog wat wordt. Ik ga gewoon nog niet filmen. Als dat wordt, dan begin ik wel. En ja, het bleek helemaal niks te gaan worden. Tot het moment dat ik weg begon te lopen en me omdraaide en het licht opeens aan was op het kasteel. Nou, het was inmiddels al meer dan een kwartier na sluitertijd. Dus er stond een beetje een beveiliging in mijn nek te hijgen dat ik snel verder moest. Maar gelukkig was hij heel vriendelijk en liet hij me even de tijd om een aantal foto's te maken. Maar daarom had ik dus geen tijd om ook nog dat stukje te filmen. Maar goed, het is nu 6 uur 's avonds. Ik heb inmiddels al gegeten. Ik heb niet zoveel te doen. Dus ik denk dat ik deze video maar eens ga editen alvast. En even ga beginnen aan de foto's die ik net heb gemaakt. In de hoop dat dat wat is geworden. En als dat zo is, krijgen jullie die zo te zien. En daarna gaan we verder met de vlog. Morgenochtend vroeg, weer of geen weer, gaan het gewoon proberen.
Zo, een grauwe goede morgen deze ochtend. Het is nog altijd slecht weer. Het regent een klein beetje, alhoewel het inmiddels geloof ik droog is. Maar het is niet geweldig. Ik had gehoopt op iets moois deze ochtend. Maar het zal net zo zijn als gisteravond. Maar wat wel mooi is, is dat ze het hek open hebben laten staan. Ik sta hier nu al een kwartiertje ongeveer. Er is nog niemand naar me toe gekomen. Maar dat betekent dat ik ook iets meer naar het kasteel kan doorlopen. Ik zou helemaal het kasteel in kunnen lopen. Maar dat vind ik dan weer wat ongemakkelijk. Dus dat doe ik gewoon niet, dat respecteer ik. Maar ik sta wel hier achter me. Nou ja, dat zou je waarschijnlijk niet kunnen zien. Maar daar is een loopbrug naar het kasteel toe. Die loopbrug die je gisteren al in de foto's hebt gezien. Ik sta daar nu recht voor en die loopbrug vormt vanuit de voorgrond een lijn toe naar dat kasteel toe. Dat is in ieder geval het idee van deze foto. Nog steeds, het is inmiddels een beetje blue hour aan het worden. Ik denk dat zonsopkomst wordt sowieso niks. En daarna wordt het misschien ook nog niks. Dus misschien wordt dit wel het laatste gedeelte van de vlog. In ieder geval eerst deze foto met die loopbrug. Ik heb hem horizontaal en verticaal. Ik weet nog niet welke het mooiste is. Ga ik in de nabewerking wel zien. Dus als het u bij deze weer een foto van een kasteel in het donker. Terwijl ik dat stukje aan het opnemen was, ging het licht alweer uit van het kasteel. Dus ik probeer nu nog een paar foto's te maken met het Blue Hour. Dus gewoon alleen maar in het blauwe. Nou ja, wie weet heeft dat misschien ook nog juist wel wat. Hele lange sluitertijden natuurlijk om te zorgen dat het nog maar iets wordt. Want het is nu wel een beetje aankloten. Het is echt nog heel erg donker. Het is heel raar dat ze het licht nu al uit hebben gedaan. Ik denk dat best nog een uur in het licht had kunnen staan. Maar goed. Nieuwe uitdaging om het zo in het Blue Hour te fotograferen. Of zonder extra belichting. Het is wel weer leuk in dit geval dat er in het kasteel het licht nog wel aan is. Dus je ziet, er is precies één, de deur is precies geel. Wat misschien wel weer leuk de aandacht trekt. Nou ja, eens kijken wat we hiervan kunnen maken. Oké, dat was hem wel weer vandaag. Terwijl inmiddels de mist rondom het kasteel trekt. De wolken zakken nog lager. Het kasteel is bijna niet meer zichtbaar, joh. Goed, dat was hem vanaf het kasteel van Hunedoara. Onderdeel dus van de fotoreis van dit jaar naar de zomerreis in Roemenië. Hopelijk hebben we dan mooi weer. Dat moet bijna wel. Kan bijna niet anders. Zomers zijn hier altijd lekker warm en zonnig. En dan is het kasteel wel op zijn mooiste of een fotootje laten zien van een paar jaar geleden hier in de zomer. Die foto's gisteravond in het donker zijn misschien mooi gelukt. Foto van vanochtend misschien. Hopelijk is dat gelukt. Heb ik nog niet gezien natuurlijk. En een beetje, misschien is dat grauwe. Heeft er misschien ook wel iets. We gaan het gewoon eens kijken op de computer. Het is niet hetgene wat ik echt had gehoopt voor van deze dagen. Maar goed, weet je, het is wat het is. Je weet nooit wat je krijgt. En dit kreeg ik deze dagen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Dit was hem. Volgende week weer een nieuwe vlog. Hopelijk iets beter weer. En dan zijn we gewoon weer in het landschap. Want normaal gaan we natuurlijk het landschap in deze foto's. En dan gaan we als het goed is een mooie kloof in. Nog iets anders te melden. Zorg dat je geabonneerd bent. En wil je me nou een warm hart toedragen dat ik in ieder geval mijn best heb gedaan. Zorg dan even dat je een likeje geeft op deze video. Je kan je nog inschrijven voor de petje af om mij wat verder te ondersteunen. En voor wat ondersteuning voor jou, het fotokritiek, foto-edits en dergelijke. Maar zorg in ieder geval dat je gaat kijken naar de mooie fotoreis deze zomer. Schrijf je voor februari in, krijg je 100 euro korting. En dat was hem. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie graag volgende week weer bij een nieuwe vlog. Aju.